Ziet je drie trillingen, periodieke bewegingen om de evenwichtstand. Al deze drie trillingen, die worden genoemd harmonische trillingen. Wat dat precies inhoudt, daar gaat deze film over. We beginnen met een gewone trilling zoals we eerder hebben gezien. Een punt dat om zijn evenwichtstand heen en weer gaat. In het bovenste punt kun je afvragen van, hé, wat voor een kracht werkt daar op dat punt? Wel, hij staat even stil, maar hij gaat naar beneden toe. En als je naar beneden toe gaat, kan het niet anders zijn dat er een kracht moet zijn die hem naar beneden trekt. Dus in de bovenste stand is er een kracht naar beneden, naar de evenwichtstand toe. Hij gaat dus naar beneden toe. En in het onderste punt kun je natuurlijk weer afvragen, oké, dan is hij daar. Wat voor kracht werkt daar? En ja, hij staat stil, hij gaat omhoog, dus daar moet een kracht zijn omhoog gericht. Dus in het bovenste punt is de kracht omlaag, in het onderste punt is de kracht omhoog. En in het middelste, in de evenwichtstand, wat voor kracht werkt daar dan? Nou, hij heeft wel snelheid, maar daar zit hij precies op het kantelpunt van omhoog of naar beneden toe. Oftewel, daar is de kracht 0. We gaan het even samenvatten. Wat geldt voor kracht? De kracht bij een trilling is altijd tegengesteld aan de uitwijking. Dus hier, de uitwijking is positief, maar de kracht is naar beneden gericht, dus negatief. En hieronder, de uitwijking is negatief, maar de kracht is naar boven gericht, positief. De kracht is maximaal als de uitwijking maximaal is. Hier uitwijking weliswaar negatief, maar wel maximaal. En hier is de kracht ook maximaal. En hierboven dus hetzelfde. Ja, maximale uitwijking is de kracht ook maximaal groot, weliswaar negatief, maar in grootte wel maximaal. En in het midden, daar is hij 0. Als de uitwijking 0 is, is de kracht ook 0. Je kunt dan dat in een formule zetten en dan is de kracht gelijk aan min c keer u. Waarbij c dus een constante is en bij een veer is dat de veerconstante. U is de uitwijking bij de trilling. En als dit geldt bij een trilling, dan noemen we dat een harmonische trilling. Dus een trilling is harmonisch als deze uitdrukking geldt. De trillingstijd bij een harmonische trilling, waar hangt die vanaf? Wel, we kijken eerst naar de massa. Als je een grotere massa aan een veer hangt, dan zal hij trager gaan trillen. Het is niet recht evenredig. Nee, als een massa vier keer zo groot wordt gemaakt, dan wordt de trillingstijd slechts twee keer zo groot. Dus er zit een wortel tussen. De uitwijking, is die van invloed? En het antwoord daarop is nee. De uitwijking heeft geen invloed op de trillingstijd, althans je moet hem niet te ver uittrekken. De veerconstante zelf, heeft die invloed? Ja, een stuggere veer zal sneller gaan trillen, betekent dus dat als de veerconstante groter wordt, dan wordt de trillingstijd kleiner, hij gaat sneller trillen. Het is net zoals met de massa, dat als hij vier keer zo groot wordt, dan wordt de trillingstijd niet vier keer zo klein, maar slechts twee keer zo klein. Deze zaken kun je in een formule stoppen. En een formule voor de trillingstijd bij een harmonische trilling, dat is 2pi maal de wortel van m gedeeld door c. Een harmonische trilling heeft alles te maken met een cirkelbeweging. De verticale component van een cirkelbeweging is een harmonische trilling. En de horizontale component is ook een harmonische trilling. Het UT-diagram zie je hier aan de rechterkant verschijnen en dat is een keurige sinusoïde. Een harmonische trilling heeft een UT-diagram wat een sinusoïde is. Ook daarmee kun je aantonen dat iets een harmonische trilling is. Omdat een harmonische trilling alles te maken heeft met de cirkelbeweging en met de sinusoïde, kun je de uitwijking op zich redelijk eenvoudig berekenen met deze formule. Het heeft te maken met de sinus. De uitwijking is de amplitude maal sinus van 2pi maal t gedeeld door hoofdletter t. Hierbij is a dus de amplitude, de frequentie of trillingstijd en t is de tijd waarop de uitwijking moet worden berekend. We gaan dit eventjes toelichten met een voorbeeld. Dat is iets duidelijker. Stel je voor, je hebt een slinger. Ja, dus niet meer een veer, maar gewoon een slinger, 4 seconden.
is de slingertijd en de uiterstanden zitten 5 cm uit elkaar. De vraag is, hoe groot is de uitwijking dan na 6,5 seconden? Ja, dus gegeven 4 seconden, 5 cm en 6,5 seconden. Als je dat even anders opschrijft, dan krijg je de trillingstijd 4 seconden. Let op, de amplitude is niet 5 cm. Nee, het is ten opzichte van de evenwichtstand, dus 2,5 cm. En gevraagd wordt de uitwijking na 6,5 seconden. En hoe je dat gaat berekenen, dat is dus hier met deze formule die we zo net hebben gehad. Ja, de uitwijking is a keer sinus 2 pi maal t gedeeld t. Invullen. Ja, voor t vul je dus 6,5 seconden in. En je krijgt hieruit min 1,8 centimeter. Dus 1,8 centimeter beneden de evenwichtstand of links van de evenwichtstand. En voor slinger is dat natuurlijk links van de evenwichtstand. Let op, als je hier iets anders uit had, moet je goed kijken naar je rekenmachine. Heb je die wel op radialen staan? Want de formule voor de uitwijking geldt alleen voor radialen. We werken met radialen. Oké, dat was het weer. We maken een harmonieus einde van. Tot ziens, tot een volgende keer.